Niks doe jij, maar welkom bij Hart voor Paarden. Rewind 2017. Ik doe wel gewoon coole dingen. Zeg jij maar gewoon. Welkom bij Rewind Hart voor Paarden 2018. Superleuk dat jullie kijken naar deze video. We gaan jullie meenemen eventjes in het snel naar... Je gaat zo echt Rewind niet doen hoor. Je moet het gewoon gelijk beginnen. We moeten gelijk beginnen. Je moet niet gaan vertellen wat je gaat doen. We beginnen gelijk. Ja. Mooi. En in Rewind gaan we jullie meenemen in wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar in 2018. En wat we dus mee gaan nemen naar 2019. Maar wat we vooral ook achterlaten in 2018. Dus dat schuiven we gewoon weg. Ik weet niet wat Rick aan het doen is. Maar goed, hij doet mee vandaag. Hoor dat jij heel erg bent afgevallen. Hoorde je dat of heb je dat gezien? Ja, ik zie dat sowieso ook. Ik wou net zeggen, zullen we even twee beelden naast elkaar zetten? Hoe heb je nou al die vetjes kwijtgeraakt? Nou, mijn broodtrommeltjes zijn nog niet helemaal weg, maar het gaat dan wel de goede kant op. En het enige wat ik gedaan heb, is koolhydraten en suiker laten staan. Dus geen bommetjes meer voor jou? Geen bommetjes meer voor mij. Die laten we in 2018. Dus mams, wat is wel snel een hele coole, gekke trend in 2018? Ja, daar hebben wij ruiters het wel moeilijk mee gehad. Nou ja, moeilijk is het verkeerde woord, dat is niet waar. Het is een beetje gek, want in de ruitersport, is stokpaardjes sport ontstaan. Het is een vorm van turnen, maar dan met een stokpaardje. Heel knap wat die meisjes en jongens allemaal doen. Het is vooral in Scandinavische landen heel erg populair. Dus super knap. Alleen als ruiter zijnde is het niet gek, denk ik. Ja, ja, wel heel klein. Heel knap dat ze het kunnen, maar ik geloof dat we ruitertjes er niet zo heel veel. Of ik als ruiter in ieder geval niet zo heel veel ermee kan. Wat mij betreft, laten we de stokpaardjes laten gewoon in 2018. Voorzichtig met het decor. Dat doe ik. Ik heb het uitgetest, ja. Dus mams, ik hoor allemaal geruchten. Ik hoor dat jij niet helemaal... spoort. Nee, dat ben ik wel met je eens. In de comments, jongens, de meest gehoorde vraag. Waarom rijdt Tessa met sporen? Waarom rij jij met sporen? Doet dat hem niet pijn? Pam, pam, doet het pijn, Rick? Auw. Ja, precies. Daar gaan we een aparte video een keertje over maken. Waarschijnlijk in 2019. Maar ik neem ze mee naar 2019. Thank you.
ondertussen wordt groter. Ja, dat is altijd wel heel vervelend. Ja, als je kind bent, dan word je nou eenmaal groter. Je pony groeit niet zo hard. Bella is natuurlijk wel jong, maar dat neemt niet weg dat ze toch gewoon niet groter wordt dan dit. Ze is nu 1,34. Ze zal misschien 1,35 worden met het gehad. En onze Tess is inmiddels volgens mij 1,50 of 1,52. Dus helaas wordt Bellaatje te klein. Dus gaan wij op zoek naar het allerliefste ruitertje van de hele wereld. En waar Bel mag gaan wonen. En gaan wij op zoek naar een grotere pony voor Tess. Misschien ben jij dat wel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken naar onze samenvatting van 2018. Van wat we achterlaten en wat meenemen naar 2019. Zijn er nog dingen die jij achterlaat dit jaar in 2018 en meenemen naar 2019? Laat het onder achterin in de comments. Heel goed, Rick. Je snapt YouTube. Trots op je. Graag willen wij nog even een aantal mensen bedanken. Want zonder jullie was het zeker niet gelukt. Als eerste natuurlijk jullie allemaal. Alle kijkers, alle mensen die naar alle evenementen gekomen zijn. Alle fans, alle moeders en papa's die allemaal meegegaan zijn om de kindertjes naar onze evenementen te laten komen. Zonder jullie was het niet gelukt. Bedankt voor het kijken naar deze video en we zien je heel graag weer terug in 2019. Doeg! Doei! Oké. Ja. En als je hem geeft, zo. Want zo blokkeer je, dan zie je niet wanneer dat juist. Ja, nu zet je jezelf in de kamer. En kut. Oké, kut. Om weg te smijten, we beginnen op. Klein kind, klein kleutertje. Okay. En klap. Oké, nu kunnen jullie beginnen. 3, 2, 1 en dan welkom bij Rewind. 5, 4, 3, 2, 1. Welkom bij Rewind HVP. Welkom bij Hart voor Paarden Rewind 2017. Dat wordt niks, doe jij maar. Welkom bij Hart voor Paarden, doe ik Rewind 2017. Ik doe wel gewoon coole dingen, zeg jij maar gewoon. Nee, joh, dat kan niet. Zeg maar gewoon. Welkom bij Rewind Hart voor Paarden 2018. Het was helemaal niet net. Dat past dus heel beter. Ja, dat ging veel beter. Doe maar. Welkom bij Hart voor Paarden Rewind 2018. Waarbij wij alle dingen van vorig jaar en dit jaar... Dus 2019 bij elkaar gaan gooien en kijken wat we achterlaten en wat we meenemen. Dat kan helemaal niet. Je kan 2019 niet al meenemen, dat gaat helemaal niet. We moeten nog naar 2019 toe. Dat bedoelde ik. Ja, maar zo komt het er dus niet uit. Jongens, Rick is er weer bij Hart voor Paarden.